Gisteren geen lang leven de liefde. We kunnen beter gewoon stoppen. Tamara kiest na een paar dagen daten toch niet voor Yvonne. En Hakan gaat er klakkeloos vanuit dat Ekaterina hem wil opvreten na zijn sexy fotoshoot. This is like a little bit hungry. No. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Je had me net echt op mijn ziel getrapt, gewoon daar beneden. Je hebt mijn ziel getrapt? Ja, met je opmerking van je kijkt me hongerig aan. En dat was echt gewoon een klap voor mij. Van vriend, om mij hongerig te maken is wel meer voor nodig. Maar zie ik er zo wanhopig uit dat ik gewoon op elke man die er goed uitziet zou bespringen of wat dan ook. Dat was voor mij echt gewoon, wat ik zeg, beledigend. Nee, ik waardeer je enorm dat jij hier bent. Ik ben hier om te kijken, zit er meer in, ja of nee. Ik ben hier om te kijken van, kan ik mezelf openstellen? Kijk, ik ben niet. Oké, dat ben ik. Nee, want jij bent een controlfreak. Jij wilt controle over jezelf houden. Dat heb je zelf toegegeven en dat zie je gewoon in jouw hele houding en doen. We zijn hier om bepaalde redenen en zo. En langzaam naar elkaar toe groeien is gewoon leuk, fijn met jou. Kijk, jij leeft echt op jouw vrijheid en het woord respect. Dat hebben we echt veel van elkaar gemeen. Daarom voel ik me echt zo chill. En daardoor weet ik gewoon, voel ik gewoon, er zit meer dan dit in. En daarom wil ik het 24 uur ook verlengen om jou beter te leren kennen. Maar wat zijn jouw intenties? Het is voor mij heel belangrijk om iemand de kern van iemand te kunnen in te schatten en te weten. En ik denk dat ik wel meer dan 24 uur nodig heb om daadwerkelijk in dit geval jou te leren kennen. Kijk hem smilen. Een powervrouw die van zich afbijt als het moet. Daar wordt onze Hakan vrolijk van. Sociaal medisch verpleegkundige Antonia ziet zichzelf ook wel zitten met zo'n verliefde glimlach. Deze moeder van drie volwassen dochters heeft sinds kort eindelijk weer ruimte in haar hart. Ik ben 6 jaar geleden weduwe geworden. Wij waren 25 jaar getrouwd. Ik heb mijn man in New York ontmoet. En ik praat wel heel vaak over mijn overleden man, over Sherub. Echt superleuk huis. Maar ik heb heel diep geruit. Maar ik ben sterker uitgekomen. En ik heb mezelf opnieuw ontdekt van wie ik ben, wat ik wil. Dus ik ga er gewoon voor en ik maak het beste van. Ik wil gewoon weer verliefd worden. Gewoon vlinders in je buik. Nou, ik laat mijn match even de wijn openmaken. Ik hou gewoon waar ik me aan kan verstoppen in een man. Maar mijn man die was 1,90 meter. Zijn schouders waren zo breed dat wij een speciale kist voor hem moesten laten maken. Niet om morbide te zijn. Nou, Bens leven past zo te zien gewoon in een standaard koffer. Maar ik kan vast lekker knuffelen, deze 59-jarige vrijgezel uit Putten. En dan maakt hij graag tijd voor vrij. Ik heb gelukkig wel een druk sociaal leven, waardoor je ook wel heel veel bezig bent met andere dingen. Maar je hebt ook regelmatig dat je een regenachtige zondag thuis op de bank zit en dat je dan denkt van ja, is dit het dan? En moet ik dan zo oud worden, bij wijze van spreken? Het is toch wel fijn als je dingen met elkaar kan delen. Ik heb verder geen kinderen. Ik heb een hele grote vriendengroep om me heen. Maar ja, je mist gewoon de partner. Great. Ik wil in ieder geval heel graag dat ze eerlijk en oprecht is. Kleur haar maakt me helemaal niets uit. Er wordt wel eens gekscherend tegen mij gezegd, en ik denk dat dat ook zo is. Ik val op meisjes zonder bovenlip. En daar bedoelen ze mee. Er zijn van meisjes die echt een hele dunne lip, zeg maar, hebben. En dat valt me wel vaak op dat mensen die dat hebben, dat dan wel een beetje mijn type zijn. Oh, het is zo spannend. Hallo? Goedemiddag. Hoe is het? Nou, leuk. Ja. Ik heb niet zoveel verstand van deze oven. Oké, ja, dat zal ik ook niet hebben. Maar... Hij wordt warm. Ik zal me even voorstellen. Ja, hij wordt warm. Oh ja, natuurlijk. Dat is ook wel leuk, ja. Ik ben Tony. Ben. Hallo, Ben. Ja, Tony. Ja, Antonia, Tony.
Ik hoop dat jij van kaasjes houdt en stokbroodje. Ik ben ook begonnen, ik lust alles. Dat is... Kijk. Dat is soms wel een probleem, maar... Nou, dan mag jij de wijnfles openmaken. Oké. Okay. Nou, aparte. Heb ik cadeau gekregen van iemand, dus... Nou, leuk. Ik heb een klein cadeautje. Jeetje. Dus, wat leuk, ik ben eens jarig. Nou, lief, dankjewel. Daar gaan we gezellig van benuttigen. Oh, lekker. Leuk. Woon jij hier in de buurt? Putten. Dat ligt op de Veluwe, tussen Amersfoort en Harderwijk. Oh, oké. Okay. Waar kom jij vandaan? Rotterdam. Nou, New York. New York. Oh, dat hotel wat daar... Nee, Manhattan. Manhattan? Er is een wijk in Rotterdam die Manhattan heet, of hoe moet ik dat nee, zien? I was born and raised in New York. Oh, je bent echt in New York geboren? New Yorker, oké. Ja. Ik ben 23 jaar in Nederland, ja. Hoe kwam je daar zo bij? Ik heb mijn man in New York ontmoet. Ja. Hij was Nederlander en wij zijn er getrouwd in Nederland gekomen. Maar hij is 6 jaar geleden van een hartstilstand overleden. Oh, dat is dan minder. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar ik heb het zo naar mijn zin hier in Nederland. En ik heb 3 dochters en ik blijf hier gewoon. Ja. Ja. Dus leuk. You can take the girl out of New York, but you can't take the New York out of the girl. Leuk, man. Ja. Dit doe je niet waar mijn moeder bij is. Weet ik. Don't worry. Ja, hou je nou even in, Hakan. Ekaterina zit nog vol twijfels en doet helemaal niks zonder mama's mening. Dus als je ongelimiteerd wil knuffelen, moet je vandaag een hele sterke indruk maken op je potentiële schoonmoeder en stiefvader. Roderick, pas wel op, hè, met deze man. Ik ben een kop kleiner dan hem. Ik ben 2 keer zo smal. Van mij geen vrees, hoor. Vind je hem leuk? Nou, weet niet. Ik heb meer het gevoel alsof wij op een hele vriendschappelijke basis, zeg maar, met elkaar zijn. Maar om dan hier dan nog 5 dagen door te brengen met iemand die mij als een vriendin ziet. Ja, ik heb mijn eigen vrienden genoeg. Wij kennen elkaar natuurlijk niet. Dat is ook voor de eerste keer. Dus ja, weet je, ik ben ook heel benieuwd. Hoe zit jij hier in je vel? Ik ben niet echt van het emoties uiten in zin of woorden. En... ik vind aan haar heel erg fijn en leuk. Waardeer dat heel erg enorm. Zonder dat ik wat zeg. Zonder dat ik wat doe. We zitten hier om dat te even ontdekken. Oké, welke richting gaat het op? Natuurlijk. Maar respect is er. En elkaar waarderen is er. Nu kan ik gewoon hardop zeggen waar u gewoon bij bent. Dat ik gewoon dame heb die tegengas ook heeft. En andersom. Tegengas zal je zeker krijgen? Ja, zeker. Hij werkt ergens? Heb je niet gevraagd? Ik heb het wel gevraagd, maar heb het niet gezegd. Oh, dus ik ga nu vragen. Ik heb wel eens vaker dingen gevraagd die jij niet gezegd hebt. Dus ik ga het niet 10 keer herhalen, zeg maar, weet je. De een moment is het zo, een ander moment is het zo. Dus daarom kan ik het gewoon niet peilen. Eén moment is het heel vriendschappelijk. Een ander moment, ik weet niet, ik vind het heel dubbel. Ik hou absoluut niet van hardrock. Maar het beste wat ik ooit gehoord heb is Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Weet je, ik ga je nou wat vertellen. Ja. Die nummer was voor mij geschreven. Dat nummer is voor jou geschreven? En het is in... Maar dat heeft het toch geschreven voor... Die Alex Rose heeft het toch zelf geschreven voor zijn kind? Axel, want ik heb vroeger met hun zitten feesten. Op Guns. Toen ik 18, 19 was. Oké. Okay. En Tommy, die vriend van mij toen... die heeft aan Axel gevraagd van... joh, ik wil dat je een nummer schrijft voor mijn vriendin. Maar dit was voordat ze groot zijn geworden. Wij praten echt over 1988, 87. En toen waren wij een keertje op een optreden van hun. En toen heeft Axel en Slash gezegd van... nou, this song is for Tommy's girlfriend. We wrote this for her. She knows who she is. Oh, ik had hele andere dingen gelezen, maar... Heel bijzonder dat jij die... ja. Dat ik dat nummer nou noem, ja? Ja. Ja, dat is echt... She's got eyes of the bluest skies. And if they thought of rain, I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. But her head reminds me of a warm, safe place where I, as a child, that high hide. And pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Ja, ik vind het zo'n berengoed nummer. Sweet child of mine. En wat doe je voor werk? Ik ben model.
Ze heeft vandaag ook foto's van mij gemaakt. Ja. Ik zal me niet vertellen wat voor. Huh? Je mag van mij vertellen, hoor. Laten we het dan maar niet doen. Foto's staan in mijn boxer. Ja, dat is gewoon normaal. Dat, Vriend, nou stond je naakt. Naakt? Niet dan. Wat vindt de moeder? Moeder is heel denken, kijken, observeren zo. Kent de dochter al. Als zij is gelukkig. Ik gelukkig ook. Zo, die boodschap is duidelijk. Beter maak je ze allebei gelukkig, Hakan. Antonia en Ben hebben ook niet heel veel woorden nodig. Een paar glazen wijn en een flinke Ierse koffie is meer dan genoeg. Is dit een oprechte klik of een gevalletje? We vinden elkaar leuk met een slok op. Wie zal het zeggen? Het is eigenlijk nog net zo onduidelijk als Hakans gevoelens voor Ekaterina. En de Russische heeft haar slakken niet ingepakt voor een gezellig logeerpartijtje. Ik heb een indruk dat ik hier met een mattie van mij zit, die ik 10 jaar ken. Het is geen date. Ik weet niet of ik Hakan überhaupt ken, laat ik het zo zeggen. Vandaar dat ik mij... Ik probeer al heel lang te vissen. Katarina. Op diverse manieren. Katarina, kijk, ik luister jou. Op een gekke manier, op een nette manier, op Katarina. Een leuke manier. Van, zeg gewoon direct Katarina, wat er is, kijk. Hoe jij bent. Katarina, want dat is de indruk die weet ik je, heb. Weet je wat maar ik wil dat van jou horen. Weet je wat, jij weet niet wat hier gaat. En dat wilde ik heel graag achterkomen. Als je iets wilt van mij, moet jij een beetje geduld tonen. Als ik ga praten, dat ik op zijn minst ben uitgepraat, dan weet je welke kant ik op ga. Maar je bent gefrustreerd van binnen van bepaalde dingen. Zodra ik begin daarover te praten, spring je weer, doe je weer wat erop. Ik heb zo van... Ik ben niet gefrustreerd, Hakan. Ik leg je alleen uit. Kijk, dat bedoel ik. Ik ben niet uitgepraat met iets wat ik wil zeggen. Dus dan kan je me ook nooit begrijpen. Mening moet je hebben. Discussiëren moeten wij doen. Maar als je te mening te fel gericht is en voor mij gaat bepalen, dan denk ik, oh, er is niemand. Ik ga helemaal niks voor je bepalen. Kijk, je bent een volwassen vrouw. Je bent geen kleine meisje. Een intelligente, volwassen vrouw moet uit kleine dingen kunnen snappen en kunnen begrijpen. Maar heb jij geen geduld? Wil jij graven? Wil jij continu daarover discussies voeren? Kijk, bij mij moet je geduld hebben om mij te snappen. Het is geen discussies voeren, maar als het mij niks had geboeid, was ik net zo goed met mijn ouders meegaan. En ik gezegd, weet je, Hakan, hey, bedankt voor alles. Dan had ik mijn woorden niet eens verspild om überhaupt iets aan te gaan. Maar ik wil dat gewoon graag weten, want ik mag je ook echt. Kijk, ik heb moeite met praten. Moeite met bepaalde emoties. Zodra ik daarover begin... en zodra jij daar zo in hakt van... dan heb ik geen zin meer in. Ja, dit is wat ik naar zocht. Het is voor mij... Eindelijk zeg je dingen waar ik wat aan heb. En jij moet ook één ding begrijpen, Hakan. In plaats van dat iedereen jou maar moet begrijpen en in jouw schoenen moet verplaatsen. Dat je komt heel makkelijk over. Je praat over heel veel dingen, praat je heel makkelijk. Hoe verwacht je dat mensen dan überhaupt een idee krijgen dat jij moeilijk over je gevoelens kan praten? Als een baby op aarde komt, wil de moeder graag zien hoe snel die opstaat en gaat rennen en gaat groot worden. Maar een baby leert pas lopen of rennen. Ben je echt jaren overheen. Voor mij is vrouw, liefde, precies hetzelfde. En omdat ik mezelf nooit ermee heb bezig gehouden, voel ik me net een baby in dit gevoel. Dus als ik bepaalde antwoorden niet op je vraag kan geven, is hetzelfde als een baby nu zit te huilen omdat hij niet begrijpt wat dat gevoel is. Ik snap het niet. Ja. Mag ik daarop zeggen? Ja, ik zou het niet weten, Ekaterina. Als baby's huilen, wil een speentje soms wel eens werken. Of geef hem anders de fles. Dat werkt bij de buren ook behoorlijk verhelderend. Zeker in combinatie met voorgekookte vragen en krokante pizza. Denk je dat je verliefd op mij zou kunnen worden? Ik wou van... Oh, is het zo erg? Speak louder than words. Die gooi je gewoon terug. Het is duidelijk. Maar goed, dat weet ik niet.
Daar kan ik je nog niet goed genoeg voor. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat iemand heel erg open en eerlijk is tegen mij. En ik ben ook zo tegen die persoon tegenovergesteld. En het ergste wat ik zou vinden, is dat ik in de maling genomen word. Nee, dat begrijp ik helemaal. Maar goed, je hebt zelf ook wel in de gaten dat er best wel iets van... Ja. Toch? Ja, ja, de eerste stappen zijn er wel. En de rest is aan ons over natuurlijk. Ja, ja, Hakan. Het ziet er allemaal nog steeds goed uit, hoor. Date-technisch bedoel ik dan, hè. Al blijft Ekaterina twijfelen over de gevoelens van haar date. Een romantisch etentje zou daar verandering in kunnen brengen. Want als Hakan kookt, doet hij dat met heel veel liefde. Oh, chinkrasiva. Ruikt in ieder geval eerlijk. Simple, delicious, fit food. Grazie. Na zdrowie. Zou jij een dochter wel even zo? Ik denk dat het maar gezond is. Maar gewoon het, puur uit interesse. Dat bepaalt God voor mij. Als het voor mij bestemd is om jongen te hebben, heb ik jongen. Maar als het bestemd is om meisje te hebben, ben ik een meisje. Ik heb een groot hart. Ik kan geen scheiding maken met liefde naar iets toe. Als dat hart in zijn geheel is, snij ik in tweeën en geef ik de ene aan de meisje, andere aan de jongen. Maar jij hebt de liefde gehad voor je moeder. Dat merk je ook aan jouw gedrag en op de manier hoe je... Zeker. Vrouw is iets prachtigs. Ik bewonder een vrouw. Prachtig in leven kunnen staan met het emotie, met een kind kunnen baren, kind kunnen zorgen, het liefde wat ze kunnen geven. Ik vind het gewoon bewonderend om daar naartoe te kijken. Als ze zeggen van waar is de hemel, zeg ik altijd onder de voeten van de moeder, weet je. Mag ik je een pikante vraag stellen? Pikante vraag? Nou, kom op. Wat vind jij prettig in bed? Ik ben op dat gebied denk ik heel erg ouderwets, heel conventioneel. Nou, dus ik hoef niet van zeg maar een chandelier even zwengelen nee, of zo... Nee, ik heb meer gewoon zoiets van teder en rustig. En, ja. Dit kan je echt urenlang doen bij mij. Is dat zo? Ja. Ekaterina is speciaal voor Hakan naar langlevende liefde gekomen. Maar wat Hakan wil, is helaas een stuk minder duidelijk. Na een paar dagen daten heeft de Russische schone nog steeds niet het gevoel dat hij meer van haar wil dan vriendschap. De twijfel blijft, zelfs na een romantisch diner en een gesprek over kinderen. Als je ergens mee zit, je voelt wat aan, zeg op dat seconde tegen mij. Maar dat zeg ik. Jij kan mijn hoofd niet lezen, ik kan jouw hoofd niet lezen. Maar dat heb ik toch net gedaan. Alleen, jij gaat dan over mijn... Kijk, als ik praat, laat mij. Misschien ga ik nog wat erbij zeggen. Kijk, ik ben nog niet eens klaar met praten. Zelfs nu wil je nog praten. Kan toch niet? Oké, tel maar luister. Ik ben een en al oor. Nee, maar wat ik daarboven zei, meende ik gewoon oprecht. Kijk, sommige mensen kunnen heel snel over hun gevoelens uit te praten. Zeggen van, oké, dit voel ik voor je. Je bent geweldig en ik ben gek op je dit. Weet je, als ik zeg... Ik heb daar moeite mee. Heb ik echt oprecht moeite mee. En denk je dat het voor mij makkelijk is? Ik waardeer echt enorm wat je hier voor mij doet. Dat doet een meisje die gewoon in mijn leven past voor mijn toekomst. En dat gevoel krijg ik van jou. Snap je wat ik bedoel? Dat geef je mij. Kijk, ik kan jou mijn woord nu geven. Gewoon mijn emoties, mijn dingen wat ik aanvoel, is gewoon oprecht. Snap je? En dat is niet vriendschappelijk. Nee, echt. Shoes. We'll spend all your money, we'll drink all your booze. We're no virgins, that no sin, because we still have the box that our cherries came in. Wat moet ik daarop zeggen? Proost. Ja, proost. Prut. Zo ruik ik echt in een kerst, man. Welke is dit? Wacht, dus nog een keer. Tingeling, ting. Niet Jingle Bells, hè? Nee, niet Jingle Bells. New York. Dan ben ik echt naar New York met kerst. I want to be part of New York. New York. Please back up.
vorkje. What do you want? Okay. Gute Nacht. Goodbye. Verliefdheid of verlangen, die twee zijn moeilijk uit elkaar te houden. Zeker als je zicht is vertroebeld door een flinke sloot alcohol. Waar zouden Antonia en Ben mee wakker worden na een wilde nacht? Vlinders of toch een kater? Maar het leven is waar we net leven. Ik heb het doel al gehad. Ja, broer. Hapje. Ja, geef maar. Hapje. Thank you. Je hebt een paar berichtjes op je telefoon. Ik? Ja, hij ligt op de stoel. Heb je gekeken? Nee, het zit me gereed. Voor mij is het niet zo spannend. Ja, dat is mijn dochter. Ja? Blijf je langer of is het een nope? Niet antwoorden is ook antwoorden, Ben. Hey, zo, schoonheid. Wat ga je eten? Ik krijg een Engelse ontbijt. Krijg? Ei met bonen en tomaatsaus. Spek. Spek. Goedemorgen. Hallo. Dit is Ben. Nou, gezellig. Dat is Tessa. Ik hoop dat mijn moeder zich een beetje gedraagt. Tot nu toe nog niet. Ja, dat dacht ik al. Daar was ik al bang voor. Ik denk ook niet dat ze dat kan, al wel. Nee. Maar, Het is wel een leuk huis. Nou, het is hartstikke leuk. Ik moet even een rondleiding geven. Dit is de slaapkamer. Een mooi dat bed. Ja, we hebben samen geslapen. Kijk, dit is buiten. Zijn er... Je hebt geen seks gehad. Wel, nee joh. Het is mijn eerste date met iemand. Dan ga ik toch niet... Nee. Nee. Ben je nou helemaal gek geworden? Oké, dan is het goed. Veel plezier. Eet smakelijk. Dag schat. Love you. Doei. Tot ziens. Het is al weg. Je kwam net in bed uit, denk ik? Of, Ja, ze lag nu in bed. Is dat de nieuwe motor die haar stijl wil? Zij is echt een diva. En dan wel een ring door de neus. Ik had het totaal niet rijmen, maar goed. Zij is gothic. Maar ik ben zo trots op ze. Nou. Weet je? En daar kan je dan zien van je moet eigenlijk geen beeldvorming hebben van iemand alleen door zijn uiterlijk te zien. Dat is helemaal waar. Hakan en Ekaterina hebben zelfs na 5 dagen nog geen helder beeld van elkaar. Het blijft tot de laatste minuut vaag tussen die twee. Hier laten wij alles achter. Maar alles wat we hier hebben meegemaakt, nemen we met ons mee als een herinnering. En wat er buiten gaat gebeuren, zal de tijd laten zien. Maar weet gewoon één ding. Ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou om jou nog beter te leren kennen. Om met jou te daten. Het is zeker wederzijds. Het lijkt alsof ik jou 10 jaar ken. Je bent het meest prachtige ding die in mijn leven is gekomen, die ik zo mocht ervaren in 5 dagen tijd. En ik zal de rest van mijn leven er gewoon in me dragen. Gewoon. Snap je? Hey, Hakan, kijk eens hoe ze straalt. Als je dit soort dingen nou eens wat eerder en vaker zegt, hebben jullie samen niet alleen een leuk weekend, maar ook een heel leuk leven voor de boeg. Wow. Oh, pardon. Lieve Don Juan en Ekaterina. Nou. Wat geweldig om te zien dat de interesse in elkaar geheel wederzijds is. Om deze liefde te vieren kunnen jullie een hotelovernachting tegemoet zien bij Fletcher Klooster Hotel. Ook de gezellige stad Eindhoven ligt op een steenworp afstand. Of schuif aan voor een culinair diner in de bistro. Heel veel plezier en geniet van elkaar. Lieve groet, het team van Lang Leven de Liefde. Ja. Wat lief.
samen de deur uit als ik... Nee! Wil jij ook de deur uitlopen met de vrouw van je leven in je nek? Dat kan, als je er hard genoeg voor traint. Eerst samen naar buiten stappen met je koffer, ook al romantisch genoeg. Dan hoef je jezelf alleen maar aan te melden. En misschien is het verstandig om rustig aan te beginnen. Want de date van Ben en Antonia lijkt steeds meer op The Morning After. Een one-night stand. Met Ben in de traditionele rol van man die het liefst zo snel mogelijk de deur uitrent. En nu? En nu, ja, zeg jij wat? Hoe zit jij hierin? Ja, ik heb er een heel dubbel gevoel over. Wij hebben ergens best een hele leuke klik. Maar wat er echt ook nodig is om een relatie te beginnen... Dat mis ik helaas. Ja, ik merk wel aan jou dat als wij 's avonds gezellig een wijntje op hebben of zo... dat je wat meer lichamelijk met me bezig bent. En dan 's ochtends als we wakker zijn, dat mis ik dan. Ik denk ja, van... dan denk ik iets rationeler na, denk ik. Het was natuurlijk ook een beetje je eigen verzoek van... ik ben gek op knuffelen en kussen. Laten we dan kijken of we door die intimiteit misschien wel dichter bij elkaar komen. Maar... wat er echt nodig is, zit er gewoon niet. En daar moet ik denk ik gewoon heel eerlijk in zijn. Dat de werkelijkheid na een drankje soms mooier wordt dan die is... hoef je de 65-jarige kroegeigenaar Jay niet uit te leggen. En als het om persoonlijk leed gaat, heeft zijn portie ook wel gehad. Ik ben 9,5 jaar single. Mijn man is toen overleden, 9,5 jaar geleden. Uiteindelijk ben ik daar wel overheen gegroeid. Weet je. Ik heb het een plekje gegeven, laat ik het zo zeggen. Ik heb toch wel de leeftijd en ja... Ik wil toch niet, je weet het leven is zo kort, hè. Een arm om mee. Knuffelen met elkaar natuurlijk, hè, want dat mis je ook wel. Dus als je iemand tegenkomt waar je leuk, nog meer leuk mee kan hebben, why not? Nou, doodje. Qua uiterlijk, nou, niet te klein, hè. Ik heb altijd lange mannen gehad. En ik moet wel zo kijken, maar dat vind ik wel... Ja, en natuurlijk mag die grijs wezen, charmant. Hij hoeft niet helemaal kaal te wezen, hoor, dat vind ik niet. Je mazzel, Jane. De 64-jarige Ton is zijn wilde haren kwijt... maar heeft nog altijd een redelijk volle koek. Ik was 23 toen ik trouwde. 42 toen ben ik gescheiden. Ik was eigenlijk altijd onderweg. Dus ik gaf te weinig aandacht, denk ik toch wel, aan mijn, aan mijn vrouw. Ik wil dus eigenlijk heel graag een relatie hebben. Omdat ik gewoon eigenlijk de rust wil hebben... Ik wil hebben dat ik met iemand samen ook een keer op de banken zit. Het is al jaren zo dat ik niet meer echt een lekkere kroel krijg. Nee, seks vind ik er ook wel bij horen, absoluut. Ik zal het niet meer zo zijn als ik 23 was, maar ik kan er nog van genieten. Ja, ja. Hoi. Hoi, hoi. Welkom in mijn appartement. Ja, leuk. Hoi. Ik heb een wijntje ingeschonken. Ik weet niet of jij wijntje lust. Ja. Wel? Ja. Nou, laten we eerst maar proosten. Hey. Leuke dagen. Ja, leuke dagen. We gaan even wat te maken, toch? Maar ik weet jouw naam nog niet. Ton. Ton. Oké. Okay. Jij? Jane. Jane. Okay. Van Tarzan, weet je wat? Dat is makkelijker. Ja, makkelijker. Dan weet je het. Heb ik geen relaties meer gehad? Nee. Nee, want je bent toch een dame die er goed uitziet. Ja, dus, dat weet ik. Ik heb wel. Natuurlijk vraag ze me uit te eten. Ik vind niks alleenig. Nee. Nee? Ik vind niks. Op een site heb ik eigenlijk een kamer aangeboden. Ja. En een meisje in huis, Petja heet ze. Ja. En die is nu september een jaar in huis. Jammer genoeg gaat ze weg. Ja. Maar ik heb er zoveel plezier aan. Een hele lieve meid. Ja. Ja. Dus wat? Je zoekt een nieuwe huurder, Ton. Voor de duidelijkheid, we zijn een soort relatiemakelaar, hè? Ben heeft na een wilde nacht waarin eigenlijk alles tot in de puntjes leek te passen... heel nuchter vastgesteld dat er toch geen klik is. Ja, nee, je moet ook niet iets proberen op te wekken als het niet spontaan vanzelf is, denk ik. Nou, dat vind ik dus ook. Ik heb wel het gevoel dat ik wel volledig voor jou zou kunnen gaan. Maar er moet wel van jou wat ook van jouw kant komen, weet je. Ik heb echt zoiets van... Maar dat begrijp ik. Maar als het niet is van jouw kant, dan is het voor mij ook heel erg duidelijk. Ja, nee, ja, het is dan zoals het is. Precies, het is hoe het is. Nou, ik ga mijn tas pakken. Is goed. Ja.
Ik wens je heel veel succes. Ik jou hetzelfde. Met die bijzondere vrouw te vinden. Ja, en voor jou bijzondere man hoop ik uiteraard ook. Het is jammer dat het niet zo gelopen is als dat we eigenlijk gehoopt hadden. Maar dat is dan niet zo. Ja, maar het is gewoon hoe het is. Het is helemaal waar. Ja. Oké. Okay. Wel thuis. Hey, doei doei. Doeg. Ben heeft een ontzettend leuke tijd gehad met Antonia, maar meer dan leuk is het niet geworden. Heb jij je meer te bieden dan één gezellige avond en maak je graag minstens 5 avonden samen lol? Geef je dan nu op. Antonia heeft haar tax voorlopig even bereikt, maar juist als je niet zoekt, kom je tegen wat je al jaren mist. Deze manier van daten is niet alleen spannend voor de vrijgezellen. Het thuisfront zit natuurlijk ook nagelbijtend te wachten tot Cupido een keertje raak schiet. Dus na amper een uurtje daten moet Jane echt even bijkletsen met haar dochter Jessica. Hola. Hola. Hij houdt toevallig ook van lekker wijnen, dus... hij wil even kijken, ja, oké. Ik ben even nieuwsgierig naar je. Hij is even nieuwsgierig. Even naar naar de dochter kijken. Ja, heel leuk. Ja, we genieten ervan, hoor. Als jij nog even praat, ga ik even naar het toilet. Ja, ga jij maar even naar het toilet, ja. Nou, helemaal naar beneden. Ja, ik ga een beetje praten. Nee, het is gezellig, gewoon. Gezellig. Oké. Mama. Nee, het is heel gezellig. Het is gewoon heel gezellig, gewoon. Het is een hele aardige man. Maar that's it. Wordt het 5 dagen? Denk het. Dus, als vrienden door het leven gaan gaan. Voorzichtig met wat je zegt. Ik ben er weer. Nou, man. Dus dan... Kijk, ik wil eventjes hier. Oké. Ja? Oké. Oké. Nou, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Doei, we love you. Ah, arme Tom, hij is zo onder de indruk van die mooie lach dat hij niet eens doorheeft dat die ervaren kroegbaas hem volledig heeft afgeserveerd. Dit is Ilse. Zij is 27 jaar, komt uit Hellevoetsluis en werkt als badjuf. Ze heeft een tijdje aan de kant gestaan, maar nu is ze klaar voor een nieuwe sprong in het diepe. Ik ben nu single, denk ik, sinds april ongeveer. Dat is nog niet zo heel lang. Maar ja, ik ben niet iemand die graag alleen zit. Ik ben een persoon die eigenlijk met mensen kan zijn, maar kan ook heel erg graag op mezelf zijn. En dat kan ik heel goed scheiden. Op het moment dat mensen vragen, wil je graag wat doen? En op dat moment wil ik gewoon lekker alleen zijn, dan geef ik dat gewoon lekker aan. Ik ben heel lief en zorgzaam, betrouwbaar, eerlijk. Maar ik kan wel heel goed mijn grenzen aangeven. Wat ik niet wil en wat ik wel wil. Ik val vooral echt op mannen met donker haar. Als ik een celebrity crush moet aangeven, dan is het toch wel Simon van Nick en Simon. Goed nieuws, Ilse. Sven begint met een S, net als Simon. Hij speelt ook gitaar. En Rotterdam heeft, net als Volendam, een haven. Meer match dan dat konden we helaas niet regelen. Met Simon dan, hè? Met jou zou het wel eens heel goed kunnen klikken. Ik denk dat ik de waarde nog niet tegen ben gekomen omdat ik niet genoeg initiatief heb getoond om die waarde te vinden. Ik ben niet van nature een heel sociaal mens. En ja, dan maak je wat moeilijker contact. Vorig jaar was ik nog een keertje op een date geweest. En uiteindelijk hoor je niks meer van het meisje. En dan denk ik van ja, dan heb je toch iets fout gedaan. Dat deed eigenlijk een beetje pijn. Mijn ideale vrouw, wat betreft uiterlijk. Ja, gewoon een beetje leuk figuur. Als het maar in ieder geval niet een te hoog vetpercentage heeft, dan ben ik eigenlijk al heel snel blij. Hoi. Hallo. Wil je 3 zoenen geven of niet? Sorry? 3 zoenen geven of niet? Ja, dat mag toch? Ik heb nog een paar mooie bloemen voor je meegenomen. Dankjewel. Ik ben Ilse. Ik ben Sven. Ik heb wat leks neergezet. Oh, wat lekker. Wat lief, dankjewel. Ja, ik denk... als je überhaupt alleen maar zo mooi bent. Oh, maar dat zit wel goed. Dankjewel. Ja, we zijn nu allebei getest. Hoe vind je het nou om weer een hand te kunnen geven? Ja, dat is wel fijn. Ik vind het geweldig.
Witte wijn, altijd goed. Zeker bij een happy. Ja, lekker, toch? Joh. En ik heb voor jou ook wat. Wil je dat ik het kaartje nu lees? Ja, wat je wil. Hallo, onbekende man. Laten we proosten met dit wijntje op een hele leuke tijd. Nou, daar gaan wij op proosten. Toch? Doen we het even met dit wijntje, want die is koud. Oh. Denk geen sorry, man. Sorry. Proost. Maakt niet uit. Proost. Klein misverstandje kan gebeuren. En geloof me, Ilse, het kan zoveel ongemakkelijker. Ton heeft niet letterlijk kunnen horen wat Jane heeft besproken met haar dochter. Maar de toon van het gesprek is absoluut niet goed voor zijn zelfvertrouwen. Je hebt niet gezegd dat je morgen thuis kwam? Nee, dat heb ik nog niet gezegd. Dat was je ook niet van plan, toch? Hè? Nou. Nee. Eigenlijk was het niet van plan, maar ja, je weet het niet, je toch? Je weet niet hoe het gaat lopen. Nee, weet niet hoe het gaat lopen, toch? Ik blijf er bij als je zoiets doet en het zal er ook helemaal niet zijn, dan zeg je dat gewoon en, ja. En alles doe je met respect. Ja. Zo is dat, zelf ja. Niet wel, weet je. Op een nette manier. Ja. Ja. Moet je dat ook tegen elkaar kunnen zeggen als het niet goed zou gaan of dat soort dingen. Ja. Nee, dat klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Dus, het is gewoon fijn om even goed met elkaar contact te hebben. En tot nu toe heb ik het hier wel naar mijn zin. Ja. Ja, absoluut. Maar ben je al lang vrijgezel eigenlijk? Ja, het ligt een beetje aan hoe je het bekijkt. Vrijgezel is echt dat je een relatie hebt gehad. Ja, ik had wel een meisje. Daar ging het heel, heel leuk mee. Ben met haar uit eten geweest. Maar uiteindelijk, toen het wat meer fysiek begon te worden... toen was eigenlijk bij mij het punt dat ik niet lichamelijk tot haar aangetrokken was. Mm-hmm. Ze had wat kilootjes meer. Ze was niet heel dik, maar het was gewoon voor mij te veel. Ja, ik vond het niet aantrekkelijk. En ook gewoon het dik zijn, ik vind het verschrikkelijk. Ze nam het me nog wel wat kwalijk natuurlijk. Ja, daar kunnen vrouwen wel onzeker van worden, ja. Ja, ik heb het echt geprobeerd zo netjes mogelijk te zeggen. Ja, dan gaan we vrouwen niet. Ja, nou, ik heb er zelf ook ervaring mee. Wat je misschien al gemerkt hebt, is dat mijn spraak ook niet helemaal perfect is. En zeker als ik moe ben... Ik heb het vroeger heel erg meegemaakt en dat is ook waarom ik ook niet heel veel gedate heb. Ja, dan ontmoet je nieuwe mensen en het eerste wat ze zeiden, wanneer je je voorstelde, oh, jij slist. Ja, het vaststellen van een negatieve eigenschap aan iemand. Om een van de reden doen we dat bijna als een automatisme. Maar ik heb het er wel echt, een tijd echt heel lastig mee gehad. Maandag in Lang Leven de Liefde. Terwijl Sven dol enthousiast belt met zijn hartsvriendin. Hallo Arletta. Voor vanavond heb ik een heerlijke massage gepland staan. Ja. Oh nee, kijk, dat is wel heel positief. Doet zijn beste maat Jeffrey een pijnlijke ontdekking. Ik voel het niet. Dan heb ik dat nu wel tegen jou al gezegd. En niet tegen hem, dan vind ik dat lastig. Want jij weet nu mijn keuze eigenlijk al.